Hey allemaal, de vlog die jullie nu gaan kijken, die begint een beetje abrupt. Het leven van een YouTuber valt niet mee. Nee, het is echt, het lijken altijd smoesjes, maar het is het echt totaal niet. Mijn camera was dus kapot gegaan. Volgens mij hebben jullie dat dus nu niet gezien. En daar heb ik best wel lang niet gevlogd. Langer dan ik ooit niet heb gevlogd. Echt meer dan een maand, anderhalf maand of zo. Toen ging ik op een gegeven moment eindelijk naar mijn ouders toe, die verhuisd zijn naar Weesp. Toen dacht ik, ja, ik moet dit echt vloggen. Mijn camera lag nog bij de reparatiemens, zeg maar. Dus toen ben ik een camera gaan kopen. Dat heb ik eigenlijk allemaal gevlogd. Want ik wilde gewoon de eerste keer mijn ouders nieuw huis vastleggen. Nou, die beelden ben ik dus kwijt. Ik heb echt overal gezocht. Het is gewoon weg. Nergens te vinden. Die paar dagen, volgens mij alleen de maandag en de dinsdag, ben ik dus helemaal kwijt. Nou, dat krijg ik nooit meer terug, die beelden. Maar daarna begint deze vlog op de woensdag. Daar heb ik de beelden dus wel van. Ik snap er helemaal niks van. Dat is een heel lang stuk, maar veel in de vlog later. Want dat gaat over Bolly. Niet schrikken, want ik ben daar heel erg verdrietig. Maar dat is dus mijn parkietje die met mijn ouders is gaan wonen. Omdat ik het zielig vond dat Bolly hier in het grote huis met mijn vriend niet meer los kon vliegen. En lekker met vogeltjes kon zijn. En toen zij gingen verhuizen, heb ik besloten om Bolly naar een fijne plek te brengen. Met allemaal andere vogeltjes waar ik er ook nog kon opzoeken. Omdat het bijna om de hoek is van mijn werk. En daar heb ik dan nu een update over voor jullie. En dan voor de rest kunnen jullie verder genieten van deze maandvlog. En ik heb verder alles al bewerkt. Tot en met woensdag 28 december. Dus die vlog komt er ook snel aan. En dan blijf ik het zeggen. Hoop ik dat er binnenkort gewoon weekvlogs komen. Maar tot nu toe lukt het nog niet. Het is nu woensdag 28 december. Lekker moe van de feestdagen. Dus geniet nog even van deze maandvlog. En pas op met het beginstuk. Want dat is heel dramatisch. Maar niet zomaar dramatisch. Het heeft wel een reden. Dus oké. Doei. Ik weet niet eens hoe ik dit moet zeggen. Ik ga denk ik niet weer huilen. Nou, ik ben vandaag bij Bolly geweest. Ik ben er dus al een aantal keer geweest. Elke keer voelde ik me erg opdringerig. Want ik vroeg naar Bolly. En ze wist het eigenlijk niet. Want de man die over de vogels ging was er steeds niet. En er was gelukkig geen vogel dood gegaan. Ik denk ook niet dat Bolly dood zou gaan. We waren wel allemaal aan het broeden. Dus waarschijnlijk zat ze gewoon te broeden. Dus ik elke keer weer hopen dat Bolly uit haar broedhok kwam. Die we hebben meegegeven. En haar partner Blue, die is donkerblauw. Maar er waren meerdere. Dus die herkende ik niet goed. Maar Bolly herken ik meteen. Dus vandaag kom ik weer. Ik zeg, is het nu rustig genoeg? Want het was steeds te druk. En ik wil gewoon echt heel graag weten hoe mijn parkietje gaat. Want ik heb hem nog geen één keer gezien sinds ik hem heb gebracht. Vorige keer zei een meisje tegen mij, ja, hij haalt soms ook vogeltjes naar boven toe. Dus toen had ik best wel een beetje stress gekregen. En mijn moeder ook wel. En wie ik dat natuurlijk vertel. Van oké, wat als die Bolly naar boven heeft gehaald. Terwijl ze aan het broeden was. En Blue beneden heeft gelaten. Dat ze je uit elkaar heeft gehaald. Dat je allemaal zorgen gemaakt. Nu zegt een andere man tegen mij, ja, er is er wel eentje die zat te broeden en die heeft het niet gered. Dus mijn hart zit in mijn keel en ik sta echt met tranen in mijn ogen. Hij zegt maar, de man van de vogeltjes, zeg maar, die ga ik even halen. Dus hij gaat hem halen. Hij zegt, jij is in gesprek, ik kom er zo aan. Ik sta daar volgens mij een kwartier te wachten. Hopend dat Bolly's hoofdje uit het broedhok komt. Oh jongens, ik voel jullie toch aankomen. Ik probeer zo erg mijn gevoel nu niet weer toe te laten. Dus met een foto paraat om aan die man te laten zien wie Bolly is. Maar Bolly was echt heel bijzonder. Niemand zag eruit zoals Bolly. Dus ik laat die foto zien. Die man is er. Ik sta daar echt met zweethanden, traanogen, doodsbang. Sta ik daar te wachten op het nieuws. En ja hoor. En ik hoorde ondertussen al geluiden uit de broedhok van Bolly komen. Dus ik denk, zit ze er nou toch wel in? Maar er zitten gewoon andere vogeltjes in. Die is dood. Dat is de vogel die dood is. Ja, echt zo erg. Ja, tijdens het broeden kwamen de eitjes er niet uit of zo. Ik heb niet eens helemaal gehoord wat hij zei. Heeft ze het niet gered? Ik heb ze nog apart gehouden. En ik denk alleen maar, heeft die Bolly? Nou, ik weet je, ik verwijt die man ook niet. Ik zie, je brengt een vogeltje ergens naartoe en dan is het ook gewoon niet meer jouw vogel. Maar ik heb Bolly daar natuurlijk heen gebracht, zei ik ook. Zo van, dan kan ik er nog eens zien. En vanaf het moment dat ik haar heb gebracht, heb ik er geen één keer meer kunnen zien. Dus ze is waarschijnlijk gewoon al na een week overleden. En ik hoor het nu pas na. Ik weet niet hoe lang geleden het inmiddels is. Nu pas krijg ik het te horen, weet je, al die keren dat ik daar stond. En geen goed gevoel had van waar mijn vogeltje nou. Ik snap het gewoon niet. Ze is nog niet dood. Nee, er is er geen eentje dood. Terwijl ik echt het gevoel had van, volgens mij is zij er niet meer. Want ik zie haar gewoon niet. En als ik haar roep, dan luisteren ze daar altijd nog wel naar. Dan denk ik, oh, heeft ze dus, terwijl ze aan het broeden was, heeft ze dan ook nog eens Bolly apart gehouden van haar man. Want als een vogeltje aan het broeden is, ik ben zo erg, dan wordt ze gevoerd door haar man. Want zij zit fulltime op haar eieren.
denk ik, is het niet zo dat ze gewoon niet gevoerd is door haar man of door Blue? En Blue is nu ook alleen. En zei, ja, Blue, die is er nog hoor, kijk maar, hier vliegt. Ik, ja, sorry, dat interesseert me niet te veel, want dat was natuurlijk niet mijn vogel. Zo fijn dat Blue nog leeft, maar ja, ik had die anders verwacht. Ja, die heeft nog geen nieuwe partner. Denk, waar is Bolly? Heb je een foto van Bolly? Nee, niet. Ik heb haar begraven in de tuin. Ik heb geen foto van Bolly. Dus toen dat meisje tegen mij zei vorige week dat hij wel eens vogeltjes naar boven haalt, toen bedoelde hij waarschijnlijk gewoon dat hij Bolly, die dus ziek was, dus mijn zieke Bolly, naar boven heeft gehaald. Terwijl ik daar die dag nog ben geweest om te vragen hoe het gaat, weet je wel. Dan denk ik, al die keren had ik Bolly misschien weer naar huis kunnen nemen. Of, als ik het had geweten, weet je wel. En nu is het gewoon te laat. Als ik had geweten dat het slecht ging, dan... We hebben er natuurlijk daarheen gebracht terwijl ze aan het broeden was. Maar er waren er allemaal vogels aan het broeden. En Bolly komt uit de foyerre. Bolly heeft zoveel... Die is zo makkelijk geworden. Die heeft bij mij gewoond in haar eentje. Toen met een vogeltje, toen weer in eentje. Toen in de foyerre. Toen heeft ze met de partner bij mijn ouders binnen gewoond. Dus ze heeft heel veel meegemaakt. Maar het ging altijd super goed. Ze heeft nestjes gehad. Ze heeft kindjes gekregen. Ze zegt ook, ja, broeden, hè. Ja, dat kan... Ja, het kan dan misgaan dat het haar niet lukt en zo. Of ik zeg, maar ze heeft al jongen gehad. En ja, een nieuwe omgeving met andere vogels kan ook wennen zijn. Ik zie, maar ze komt uit de foyerre met andere vogels. Dus ik snap er gewoon niks van. Ik vind het heel erg. En mijn moeder ook. En we voelen ons gewoon super rot. En mijn vader ook trouwens. Want die zei ook meteen van, moeten we ze niet terughalen? Als ik dit had geweten, ze zaten gewoon tijdens de verhuizing bij mijn oma. Met z'n tweetjes in een kooitje. Heel erg verliefd te zijn op elkaar. En nu is ze gewoon overleden. Ook op een hele nare manier overleden. Veel te jong. Het is misschien 4 jaar of zo. Ik ben blij dat ik in het donker film, zeg. Ik stond zo hard te huilen in die zaak. Toen moest ik nog naar mijn eigen zaak lopen. Toen hadden we 5 minuten later een gesprek met de wijkagent. Dus mijn ogen waren zo ontzettend rood. En ik heb natuurlijk de hele dag daarna mijn tranen moeten inhouden. Het was sowieso best wel een pittige dag. Met pittige gesprekken. Dus nu voelde ik pas waarom ik zoveel hoofdpijn heb natuurlijk. Ik dacht, hoe kom ik nou aan die hoofdpijn? Ik kan altijd best wel verdrietig zijn om iets en het dan best wel goed loslaten. Maar dit vind ik heel moeilijk. Want beeld je in of nou een mens of een dier is. Maar iedere keer dat het dus slecht ging met haar, was ik daar. Want al die weken heb ik Bolly niet gezien. Wat betekent dat het al... Dat ze waarschijnlijk al lang geleden begraven is. Ik weet het allemaal namelijk niet exact. Maar ze was er al niet. Ik weet dat ze er niet was. Ik zag Blue ook niet meer bij het broedhok. Dus het is al heel snel gebeurd. Het is echt heel snel gebeurd. Dus Bolly was al boven of al dood. Al die keren dat ik daar was, had ik haar misschien nog kunnen helpen of zo, weet je wel. En voor hen is het gewoon een vogeltje. En echt nogmaals, ik verwijt die man persoonlijk niks hoor. Maar ik vind het wel heel erg. Zo. Dat was het. Ik vind het zo oneerlijk voor haar, gewoon voor Bolly. Nou, is het nu. Oh my god, 11:30 donderdag. Ik ben zo kapot. Bizar. Ik werd dus wakker met huilen om Bolly, omdat ik een nachtmerrie had. Ik weet het niet meer exact, maar ik was in een soort van huis of iets. En er waren heel veel parkietjes. En die waren allemaal ontsnapt of iets in het huis. Dus die moesten allemaal zoeken. Ik zocht Bolly. En continu zag ik een parkietje en dan was het Bolly niet. En dan maakte ik een geluidje om te kijken, is het Bolly? Ik dacht, ik herken Bolly wel, maar we hebben ook onze eigen geluidjes naar elkaar toe en zo. En het was er maar niet, het was er maar niet. En echt vogel na vogel na vogel. Ze waren allemaal dood en doodziek. En ik bleef maar zoeken, zoeken, zoeken. Toen helemaal aan het eind van mijn droom was er nog één vogeltje. En toen deed ik zo. Toen was het dus Bolly. Nou, dat, die gedachte al. Pak het vast. Bijna dood. Helemaal ziek. Gaat in mijn hand liggen. Ik geef haar kusjes. En ze was dus nog te redden. En ik word wakker en ik... huilend, of ik begon keihard te huilen. Ja, je kan echt denken nu, wat is dit voor mens? Ik weet het, maar ik heb gewoon op sommige vlakken heb ik echt heel veel emotie bij dingen. Nou, ik ging helemaal dood. Er is gewoon huilend daarmee wakker. Dat is echt niet leuk. Dat je dus dat gevoel van het zoeken naar Bolly wekenlang, zeg maar, ervaart ik dus in die droom. Ik laat dit soort stukken dus wel in mijn vlog, want ik weet dat, zeg maar, echt trouwe kijkers dit soort stukken juist graag in mijn vlog zien. Dus, ja. Ik hoorde uiteindelijk dus Bolly vinden en dus nog kunnen redden. Nou, heftig. Heel heftig. Verder hadden we dus de Caribbean Night vandaag. En ik heb bijna niks gevlogd, want ik was gewoon niet echt in de mood.
was wel heel erg leuk. We hadden dan, was ons duurste evenement op de 2,50 voor 3 cocktails full size en 9 hapjes. Dus helemaal niet duur, maar wel een flink bedrag en veel drinken, veel eten. Dus echt all inclusive, zeg maar. En dat was heel erg leuk. We hebben het heel erg mooi versierd. Op het einde hadden we als grapje nog als cadeautje een adventkalender voor de kerst. Als in leuk tropisch evenement, maar reality is dat het bijna kerst is en bijna winter. Dus wel grappig. Alles mega leuk versierd. Ik heb super veel Insta stories gemaakt, dus daar kan je alles bekijken. Als je naar de 35 Instagram gaat, dan zie je zeg maar zo'n highlight met een eilandje en een kokosnoot. Zeg maar, die gaat dan over de Caribbean Night. En ik wil ook TikToks maken van al die evenementen. Het kost zoveel tijd, joh. Maar het was erg leuk. En iedereen bleef nog heel lang hangen, wat natuurlijk super fijn is. Maar het is wel donderdag, we moeten nog 3 dagen werken. Waarvan we dus zaterdag 2 uur eerder open gaan om 11. Dan is het Sinterklaas, wordt het een mega chaos en drukte. Zondag hebben we ook 2 grote groepen. Terwijl zondag soms een rustige dag is, dus wordt het wel druk. Wat heel fijn is, maar het is wel in verhouding voor een donderdag erg laat geworden. Morgen weer fris en een nieuwe dag beginnen. Goodbye, vlogmensen, levermensen. 2 keer gesport deze week. En mijn rijbewijs opgehaald. Je nieuwe rijbewijs is echt super mooi. Maar ik ben me ineens, dat betekent dus dat ik al 10 jaar lang mijn rijbewijs heb. Oh my god, ik ben echt oud. Ik krijg dit jaar ook een tractorrijbewijs erbij, zei ze. Zie ik grappig. Nou, nu snel naar werk. Dan ben ik precies om 1 uur op mijn werk. Zo, ik denk dat H gewoon niet gelooft dat ik het heb gedaan als je kijkt hoe schoon de wc's zijn. Thuis doe ik dus eigenlijk echt heel weinig in huis. Maar ik heb de wc's lopen doen. Nou ja, en ik doe dat dan echt gewoon met van die dettol doekjes allemaal. Lens het niet lekker. Mocht mijn ogen raar uitzien. Dan zit ik gewoon met die doekjes alles helemaal schoon te maken en dan daarna goed mijn handen wassen. Ja. Het is weer lekker clean. Ik gebruik altijd dit soort doekjes. Dus heel op. Oh. Ja, dag. Ik heb net op mijn handen en knieën de vloer lopen schoonmaken. Chill. Dit is onze wc. En ik heb gedweld. Tafel schoongemaakt. Nu kaarten weer netjes gezet. Kaas vond u een minuutje erbij. En we hebben nog steeds een beetje de tropische versiering laten hangen. Wat dat wel heel gezellig is. Briefjes liggen klaar. Dit is echt te leuk. Ik wil dat echt gewoon laten hangen eigenlijk voor altijd. Nou ja, dat dus. Even naar de wc. Ik zie er zo moe uit, oh my god. Bij Winkels en Mienz in de stad mag ik dus naar de wc, super aardig. Ik heb mijn nagels laten doen voor het eerst sinds heel lang. Ik ben niet heel tevreden, maar ik dacht, nou ja, het zal wel. Het was 43 euro, maar het is heel dik. Maar ik zag het te laat en ze was super aardig. Dus ik heb dus al heel lang geen nagels meer, maar ik dacht nu, ik vind het zo lelijk elke keer die nagels van mij. Ook als ik stories wil maken voor de zaak of zo. Dus ik heb gewoon op mijn eigen nagel gedaan. Ik vind het wel echt netjes zo. Dat dikke, ja, het is een beetje dik, maar boeiend. Het is wel netjes. Licht roze, baby roze, maar kijk. Zo dik. Nou, volgende keer moet ik gaan vragen of dat platter wel fijner wordt als nu. Too late. En dan ga ik even plassen. En mijn haar is nat. Zo schattig. Oh my god. Sexy. Oké. Okay. Heftig wel. Cute wel. Is ook wel een leuk topje op zich. La 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 la. Ik ging dus om 1 uur mijn nagels doen en ik ben namelijk 4:45 pas thuis. De bedoeling was om even mijn nagels te doen, even lekker boodschappen te doen en dan weer voor haar te koken. Dat is alweer een tijdje geleden. Een romantisch ideetje te maken. Maar toen liep ik in de stad en dacht ik, ja, ik kan ook even op allemaal plekken bij verschillende ondernemers zeg maar allemaal lekkere dingetjes halen.
Want ik ga het toch niet redden om te koken. En ik zocht drijfkaars, want ik wilde heel graag zo in zo'n schaal met water van die mooie kaars neerzetten. Maar ik kan niet vinden. Bolsius heeft het. En Xenos had het van Bolsius, maar ze hebben het niet meer. Dus nou ja, nu heb ik een kwartiertje. Ik moet me ook nog even opmaken. Dus ik heb allemaal lekkere hapjes gehaald. Ik zal het zo even laten zien. Ik heb geprobeerd zo min mogelijk zeg maar, bij de supermarkt te halen. Maar meer op andere plekjes wat lekkere dingen gehaald. Wat zou ik meer zeggen? Ik heb alleen die soort body gekocht. En dan ga ik mijn auto in een garage zetten. Want dan moet Haan een plekje zoeken. En dan heb ik meer tijd. Ik heb echt net die vlog geëdit waarin ik ook eten voor hem ging maken. En zei dat ik had gevraagd of hij later thuis wou komen. Dat hij iets had van waarom, ik wil gewoon naar huis. Dus ja, ik wil op zich nu wel... Ik ga eerst even snel de keuken opruimen. Ik heb wel mijn vlog al af en zo. Die kan ik straks online zetten. Voor morgen. Maar even de keuken opruimen is het belangrijkst. En dan wil ik wel even alle hapjes klaarzetten. En dan ga ik... Alles zit in plastic bakjes en zo. Dus ik ga niet alles overscheppen in andere bakjes. Ik denk dat ik gewoon al deze bakjes zo heb op grote plank knal. En dan... Ja, ik denk dat... Kijk, Ha vindt het heel chill als ik voor hem ga koken. Dus ik denk dat hij wel had gehoopt dat ik weer even een keer ging koken. Maar dit is ook lekker. Maar ja, volgende week ben ik er ook weer niet. Ga ik weer niet koken. Ja, ik red het niet. Sorry, time management, jongens. Dan denk je, ik ben goed bezig. Ik heb geen tv gekeken. Ik ben alleen maar bezig geweest. Maar dan loop ik dus vervolgens weer uren in de stad. That's me, Mario. Ja. Oké, okay, ik zie jullie zo binnen. Dan zal ik even laten zien wat ik allemaal voor snackies heb gekocht. Oké, dit wordt een uitdaging. Het is 4:15. Dus hij is er over een half uur. En het ziet er hier zo uit. En ik wil... Hi, schatje. Sorry dat ik niet met je heb gechilled. Maar ik moest iets voor haar doen. Dit moet me wel lukken. Maar ik gooi even alle lichten aan. En dan moet ik even gaan opruimen. Ik kon nog heel veel met jullie delen, maar ik heb steeds geen tijd. Bij Creta in het Stadshart, daar bij de AHXL, heb ik wat dingetjes gekocht. Namelijk champignonnetjes. Ja, het is allemaal ontiegelijk duur, maar ik dacht, ik doe het maar een keer. Pepperjuice, die zijn ineens 4,50 bij de Albert Heijn. En niet meer 3 voor 5 of 6. Deze olijven. Wel lekker hoor. Zo traiteurachtig. Kokos van de Albert Heijn. Avocado roomkaas ook van Creta. En nog zwarte olijfjes van Creta. Nou, dat is echt wel heel lekker hoor. Deze bij de Appie gehaald, want ik heb iets met vis. La la la. Oh, en ook nog bij de Creta ging ik, ben twee keer geweest. Tzatziki. Want ik ging eerst naar dit en toen ging ik naar de Appie. En toen dacht ik, nee, ik wil iets anders dan Appie. Bij Rotisserie heb ik 5 kippen, maar die zijn denk ik voor morgen. En bij de visboer heb ik tonijnsalade. Oh my god, ik heb zoveel. En nog zalm sashimi en tonijn tataki. Geweldig. Een beetje veel. Dan heb ik ook nog een salade burrata maken. Ik heb burrata met truffel. Oh god, dit ben ik echt. Hè? Dan kom ik thuis en denk, oh my god, ik heb zoveel gekocht. Ik dacht dat ik te weinig had. Typisch. Dan hebben we nog lekker worteltjes. Deze wijn hadden we beneden staan. Ik weet niet hoe we hier aankomen. Rode wijn. Cassave vindt hij heel lekker. Kip. Het is trouwens WK vandaag. Dus toch lekker WK kijken en dan... Oké. Okay. Bloemetjes. Charlotte. De luxe kaasjes. Tomaatjes voor bij de salade. Toast. Oh my god. Vuilniszakken. Ook belangrijk. Toast. Voor de salade basilicum. Was dit het alsjeblieft? Oké, okay, heel handig dit als je haast hebt. Oh ja, glühwein. Wilde ik nu opzetten. Dat vond ik wel leuk. Zoals hij thuis komt. Dan heb ik voor mezelf nog allemaal strings gekocht bij de H&M. En dit is dat ene topje. Oh ja, ik heb nog kaarsen. Die strings komen later wel. En ik heb nog een komkommer. Hashtag chaos. En ik heb allemaal kaartjes. 3 soorten. Oké, dit mag even naar boven. Dit zijn dus... Kijk hoe schattig deze strings. Oh my god. Zo leuk. Oké, dit gaat nu weg naar boven. Hi Poesie, ik moet even haasten. Ik moet even haasten, Poesie. Ik ga nu alles ordenen, klaarmaken en doei. Dit wil ik nog even laten zien. Ik weet dat ik het anders ga vergeten. Van de Flying Tiger. Dit vond ik mega leuk voor in de zaak als we een boompje hebben. En deze. Het is gewoon plastic. Dit is nog een cadeautje voor later met kerst. Dit is nog ook voor later met kerst. Dit is heel leuk voor een broodrommel. Dit heb ik als herdenking aan Bolly voor in de kerstboom. En dit is ook nog een cadeautje. De hele leuke kerstboomoorbellen voor iemand die net gaatjes heeft. Dit ga ik allemaal nu even op de trap zetten dat het naar boven moet. Waarom ben ik altijd in mijn leven te laat? Het gaat ook nooit veranderen, denk ik. Ik heb letterlijk geen 1 seconde voetbal gekeken, want ik kan me niet concentreren. Want het boeit me niet, maar Nederland heeft een doelpunt. Hey. Hey. Ja, net dus de slotronde ofzo. Hoe heet dat? Weet ik niet. En toen scoorde ze. Leuk hè, Poesie? Ik had deze box gekocht bij de Action laatst. Niet voor mezelf hoor. Maar ik vind hem wel leuk om een beetje mee te klooien eigenlijk. Ik had dus een super professionele set.
Maar ik weet niet waar die is. Dus nu heb ik echt zo'n crappy set. Maar het is wel leuk om een beetje te klooien daarmee. Het geluid is echt wel heel slecht. Kan je dus je Bluetooth verbinden? Radio mode. Oh. Nee. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Oh, chill. Is there something that you're searching for? I am falling for change. And in the bad times I feel myself. Weet je wat ik echt een mooi liedje vind? Maar hier hebben ze geen karaoke van. Zou hier een piano-versie van zijn? Echt een van mijn lievelingsliedjes, hè? Ik vind het. Bladmuziek. Bladmuziek. En wordt helemaal nat. Een elfje fluistert in mijn oor. Niets is meer zoals het was. Ik lig niet meer op mijn matras. Ik zit hier lekker mijn vlog te editen. Ik heb echt een pakketje. Dat ik nooit meer krijg. Of als ik zelf bestel. Oh, ik heb dit ook nog helemaal niet laten zien. Maar ik heb wat nieuwe sieraden van Ala Collection besteld. Maar van elke maar twee. En waarvan ik er één zelf ga houden. Het is zo prachtig. Maar ik doe natuurlijk niks met mijn webshop. Maar misschien neem ik er een paar mee naar de Ladies Night om te verkopen. Maar dit is wel allemaal duur. Dit is echt met goud. En echt met parels en zo. Ho, ho, ho. Met die hartjes heb ik zelf gedragen en die maan. En ik ben helemaal verliefd. Kijk, niet normaal. Deze heb ik dus zelf. Deze wil ik ook zelf. Deze vind ik ook fantastisch. Niet normaal. Deze heb ik al geowned. Die heb ik al ingehad. Niet deze, maar dat is de ander. Die heb ik nog niet. Deze is met bloemen. Vond ik ook heel mooi. En dat was het. Dus zie je, het echt helemaal niet zoveel. Maar ik heb dus een pakketje. Dus laten we even kijken wat erin zit. Ik kreeg een berichtje op Instagram van een bedrijf die altijd die Merci-dozen met foto's opsturen. Dus ik zei, is het weer Merci? Ik krijg namelijk nooit meer pakketjes. Wat ik natuurlijk de slechtste vlogger op aarde ben, dus dat begrijp ik wel. Even kijken. Ik ga doen dingen met food, dus het past heel goed bij mij. Nou ja, als iemand 3 maanden achterloopt en vlogs van een uur plaatst, dan is het niet echt aantrekkelijk om iets op te sturen. Kijk, mij mag je dit soort dingen wel opsturen, hoor. Food. Als iemand food leuk vindt. Oh, wat leuk! Huh? Buenos Original heeft nu een popcorn uitgebracht. Heel erg leuk vind ik dit. Karamel. En sea salt en pretzel. Mensen zeggen dat dat troep is in ons huis, trouwens. Sea salt en pretzel. Ik ben niet een zoete kou, maar soms vind ik dit soort dingen echt mega lekker dat je zo'n craving hebt. Ik ben net ongesteld geweest. Maar de volgende ongesteldheid dat ik dit echt ga craven. Super schattige popcornbakjes. Mega toevallig. Want we hebben dit net in de zaak ook gedaan met Movie Night. En een paté thuis cadeaubon erbij. Oh my god, wat leuk. Wat kan je hiermee kijken? Want er is een film die ik heel graag binnenkort wil zien. Soap 3 wil ik zien. En Orphan 2. Hier kan je waarschijnlijk gewoon 1 film mee kijken. Nou, dat vind ik echt onwijs leuk. Ik zal er ook even een story mee maken. Heel leuk. Wow, ik heb hier echt al super lang niet gefilmd. Ik ben met mijn schoonmoeder voor de... Hoeveelste week op rij? Het vierde? Nee. De zesde? Nee, ja dag. Ja dag. Ik denk zesde. We zijn dus elke dinsdag, rond een uurtje of ongeveer van 3 tot 5 zijn we hier in mijn kantoor bezig. En zij is alles aan het strijken voor de Ladies Night. En ik ben meestal aan het uitzoeken wat ik wil verkopen voor de Ladies Night. Maar nu ben ik weer even webshop bestelling aan het maken. Dus deze oorbelletjes zijn besteld. Die ga ik nu inpakken. En nog hele oude spullen. Die zijn ook besteld. Dus die moet ik even gaan zoeken. En verder ben ik voor Ro bezig. Want zij woont dus in Amerika. En haar zus had mij een appje gestuurd dat ze met al haar vriendinnen en zussen en zo een grote doos voor haar verjaardag willen gaan opsturen. Dus ik had nog een heel mooi horloge liggen. Wat zij heel leuk gaat vinden. Eerst had ik allemaal leuke goodies verzameld. En toen dacht ik, nee, dit gaat zij super leuk vinden. Van Mockburg. Ik houd ook van zo'n klassieke stijl. Er zit een hartje van in.
Dit horloge stuur ik dan naar de toe. Dat is ook beter dan dat je heel veel zware beauty spullen gaat opsturen. En dan zo'n kaartje van de Action waarbij je wat kan inspreken. Dus die ga ik dan inspreken en er nog op opschrijven. En dan gaat hij naar haar zus. En haar zus gaat dus alles verzamelen. Dat is heel leuk. Deze kaartjes heb ik allemaal bij de Action gekocht. Het is wel kerstgerelateerd, maar ik kon niks anders vinden. Dus daar ga ik dan alle prijzen op plakken om aan de kleding te hangen. Er staan dus 3 kledingrekken vol. Mag jouw hoofd op internet? Als je daar blij van ja? wordt. Nou, dit is Loes. Nee, niet dat iemand daar blij van wordt. Loes heeft nu een heel oud pakketje gevonden van mij wat ik ooit... Oh, wat is dat voor leuk. Ja. Hele leuke broek. Is dat een broek? Oh, die vind ik echt heel leuk. Huh? Een broek? Dat is mijn broek. Die wil ik wel hebben eigenlijk. Ja, dat denk ik ook. Waarom, dat is echt van jou. Waarom wou ik die dan retour sturen? Omdat hij is ook mijn maat. Omdat hij breekbaar was. Oh my god. Nee, hij is goed. Ja. Voor jou. Ja, oké. Okay. Nou. we hebben dus allemaal... dit is allemaal webshop, wat ik nooit op de webshop heb gezet. Dit is allemaal tweedehands. En dit is dan allemaal gekregen of gekochte kleding die ik nooit heb gedragen met kaartjes eraan. Dus het is echt superveel. Hoe grappig is dit? Ik ga hem expres niet nog een keer inspreken. We hebben gewoon 1 keer gesproken. Zo. Hallo lieve schat, ik vond het zo grappig om een kaartje aan mijn stem naar je toe te sturen. Maar ik heb maar 20 seconden om dit in te spreken. Ik hoop dat je heel erg geniet van je verjaardag en alle cadeautjes van je vriendinnen en je zussen. Ik mis je super erg, maar heel erg trots op je. En ik hoop je heel snel te zien. Kusje, kusje, kusje. Happy birthday. Nou, je zou toch zeggen dat dit niet mis kan gaan. Good morning. Ik ben volgens mij nog nooit dit jaar zo vroeg opgestaan. 7 uur. Tijd voor nieuwe lenzen. Deze lenzen mocht iemand het zich afvragen. Biofinity. Jongens, ik ben best wel op tijd. Maar we hebben dus met Oud en Nieuw een mega leuk feestje waarbij je verkleed moet als iemand uit de jaren 80 of 90. Dus ik ga verkleed als Emma van de Spice Girls, als Baby Spice. En ik heb bij ASOS allemaal jurkjes besteld. En er zitten echt hele leuke tussen. Dus als ik het ga passen, ga ik het ook even filmen. Ik heb dus een roze jurkje nodig. En dan deze schoenen. Maar deze zijn wel duur. Maar ik dacht, ik ga ze gewoon vast even bestellen. En dan kan ik ze altijd terugsturen en op zoek naar misschien iets goedkoper. Want deze zijn wel echt heel duur voor 1 keer. Maar kijk, dit soort schoenen. Want dat droeg zij altijd. En dan moet ik nog op zoek naar hele hoge witte sokken. Ziek vet. En ik heb ook op AliExpress al een ketting besteld met baby erop. En dan moet ik mijn haar in 2 staartjes en een beetje blonde spray in mijn haar doen. Superleuk. Oh my god. Heel fijn. Oh my god, dit jurkje. Ah, ik ga stuk. Hashtag pyjama. Dit is ook wel spicy, maar hij is eigenlijk lang. Ze draagt nooit lange jurken, maar is wel leuk. Echt wel tof. Tof, tof. Dit is wel heel erg kort. Oh my god. Wel super leuk. Oh my god, deze is wel echt oprecht heel mooi. Maar even keer de beweging en je tieten zijn eruit gevallen. Ik vind hem niet echt Spice Girl, maar hij staat wel mooi. Deze vind ik wel heel erg Spice Girl. Ik sport nu natuurlijk 3 keer per week. Ik heb nog een maand, hè. Dus de bedoeling is wel dat alles iets mooier zit rond Oud en Nieuw. Deze leg ik ook op de stapel voor twijfel. En dit vind ik wel echt Spice. Ja. Leuk. Eigenlijk moeten er misschien ook nog hoge witte sokken bij. ASOS is wel echt fantastisch voor dit soort dingen. Deze is leuk. Maar hij is misschien net 1 maartje te groot. Easy breathe. Oké, ik vind deze echt heel leuk. Oh my god, dit is zo cute. En zit ook lekker. Hij is wel kort. Maar goed, maakt niet heel veel uit. Zeg, als je een broekje eronder... Ik zie trouwens echt aan mijn bil dat ik sport. Benen zijn nog wel echt veel dikker dan ze ooit waren. Maar ik ben goed bezig. Ik had blijkbaar ook deze schoenen besteld. Dat wist ik helemaal niet, joh. Het is wel grappig eigenlijk. Grappig. Ja, of dus dit met hoge witte sokken. Ik denk dat ik gewoon voor de sneakers ga met hoge witte sokken. Dan krijg je zeg maar een beetje dit effect. Denk ik. Voor nu laat ik het even. Ik heb toch nog alle tijd. Trouwens, mijn nieuwe oorbelletjes van eigenlijk voor de webshop. Maar ik heb ze niet op de webshop. Kan ik wel doen als jullie het leuk vinden. Ik vind ze zo mooi. Echt goud. Ook ketting erbij. Maar ik had dus nog allemaal hele schattige ondergoed bij de H&M gekocht in de sale. Niet heel erg afgeprijsd hoor, maar... Kijk hoe cute. En dan van die strings gewoon. En dit vind ik echt heel leuk. Dat is ook een string. Sexy. Ja, ze heeft dan Saturday, Sunday en Friday. Vind ik echt leuk. En deze. Ik heb dus laatst best veel leuke dingen gekocht, maar kon het dus allemaal niet filmen.
En ik heb net horen gekregen dat als ik een camera wil repareren, het €400 kost. Echt niet normaal. Oh ja, en deze body heb ik dus genomen in L. Ik vind hem echt heel sexy. Het liefst ga ik met auto nu ook altijd niet zwart en sexy. Ik vind roze niet per se heel sexy, maar ik dacht ja, het is wel leuk om gewoon even echt iets anders aan te doen. En ik had sowieso laatst, maar dat is alweer zo lang geleden, dat ik allemaal leuke dingen gekocht bij de H&M. Ik ook niet laten zien, omdat mijn camera dus stuk was, nogmaals. Maar ik had dacht voor oud en nieuw, toen wist ik nog niet dat ze een themafeest gingen houden. Glitterbroeken. Ik dacht ik wil een keertje op tijd zijn, maar deze hebben ze nog steeds, van de week zag ik nog steeds hangen. Die heb ik dan in een L. Maar dat kan natuurlijk ook met kers. En dan heb ik ook een zilveren glitter flare. Ik ben gewoon gek op flarebroeken. Die heb ik denk ook in een L. Vaak heb ik flare toch al in een M, maar ik ben wel iets aangekomen. En nog een rokje. Zilverrokje. Leuk hè? Waar is het linkerdeel van je hoofd? Hier. Ik had deze ook nog gisteren gekocht bij de Jysk. Voor €10. Hij is heel leuk. Je ziet het nu natuurlijk niet. Maar er zitten heel subtiel lampjes in. En we hadden dus ook echt een mega leuk schoencadeautje gekregen. Kijk wat ik heb gekregen. Aandenken aan Bolly. Echt zo lief. Deze heeft haar gekregen. En de vorige keer heeft haar deze gekregen. Vind je grappig. Even flyers is gemaakt. Zijn ook laatst echt letterlijk over een week of zo afgelopen, maar... Leuk, ja? Gewoon thuis geprint en zo even lamineren. Oh, kijk nou hoe leuk. Ik heb trouwens de stoelen weer anders gezet, maar ik ben met de stofzuiger bezig. Kijk. Het was echt moeilijk om een kort stukje te schrijven. Maar dit is het geworden. Hij heeft het een beetje herschreven hoe ik het had geschreven. Leuk, hè? Zo, even lekker lamineren. En ik ben daar bezig met de robotstofzuiger om te kijken of ik de dwel erop kan zetten. Want we hebben niet heel veel aan die stofzuiger, maar misschien wel aan de dwel. Maar haar had hier toen naar gekeken. Ik ben hier nog niet zo goed in, maar kijk hoe vies die sowieso is. We gaan het schoonmaken en dan... Volgens mij, ja, zie je? Eerst zat er hier zo'n stofzuigsysteem op. Maar nu ga ik er dan het dwelsysteem op zetten. Je kan dus niet allebei bij deze. Maar ik neem aan dat het hier op moet. Ga ik zo even kijken, alleen ik heb geen gebruiksaanwijzing. Het is wel chill, dan moet dit hier op. Dan zit de reserve. Beter. Ik ben echt zo klaar met dit bord. Dan heb ik het hele tijd heel mooi gemaakt. En dan gaat het 1 seconde regenen en dan is het weer verpest. We hebben hier een andere oplossing. Dit is wel tof om het eraf te krijgen. Tof om het ermee af te krijgen. Workout dan. 2 van 3. Zondag weer, ik ben kapot. Ik moet snel naar de zaak nu. Voilà, het is vandaag vrijdag en de tweede wedstrijd van WK van Nederland is. We zijn hier druk bezig met de voorbereidingen. Vanaf 5 uur wordt het als het goed is donker, dus dan is hier de beamer en daar het zoek. Borrelplank afhaalbestelling. Ja? Kan je geroosterde paprika meenemen? Ja, goed. Bedankt. Ja, ik ben zo. Rommelpiet is langs geweest. Wat is dit nou weer? Het gaat nog snoep lopen eten. Wat is hier gebeurd bij muziek? Kijk wat we hebben een krok in de hol. Ik heb hem niet gemaakt, maar wel gekregen. Dit gaat echt heel erg satisfying worden. Kijk, zo ziet de andere kant eruit. Zo snijden? Oeh. Die is lekker. Nu moet je zorgen dat het sap niet weggaat. Goed gelukt hoor. Ik weet niet of mensen hem dan zo uitsmeren op een boterham of zo. Ik denk niet dat het helemaal zo wordt, maar hij is wel goed gelukt. Oh, zo moet het. Wow, super nice. Yes, derde keer sporten deze week. Zitten we erop. Ik ben zo goed bezig, jongens. Ik ben echt blij. Even omkleden. Ik zweet me echt helemaal kapot. Gaat echt beter met mijn billen. Ruby Kuppen, ik heb geen goede stenen. Hi Mel. Hi. Zodra ik film gaat ze lachen, dat is zo leuk. Kijk jongens, 2 jokers. Ja, ik heb een dubbele. Mag ik het al ruilen?
Nee, bewijzen. Bewijzen. We hebben het al niet eens begonnen. Nee, ze heeft gelogen. Ze had geen dubbele. Ja, ik heb in één keer ook een paar dubbele. We hebben Rummy Cup gespeeld en ik heb 6 keer gewonnen. Ja. Doei! Nee, wel 1 keer. De 2 jokers. Morning. Ik ga lekker een havermoutje met kleine stukjes appel maken en kaneel. Ik had toch trouwens deze in mijn schoen gekregen, Bolly. Kijk wat er eergisteren in mijn schoen zat. Nee, gisteren. Voor in de kerstboom nog een Bolly als aandenken. Echt super cute. Kijk hoe leuk mijn outfit. Ik twijfel nog of ik mijn haar in een knotje ga doen of los. Ik vind een knotje altijd wel heel leuk. Alleen ik doe het sowieso soms in een knot. Want als je het dan los doet, zit het best wel mooi. Beetje gedraaid, maar ook wat minder messy of zo. Ik heb dit topje van Chiquel aan, die ik een tijdje terug heb gekregen. Licht is altijd zo chill met zwart. Zonder BH. Het is toch lekker donker. Zit lekker. Er staat ook mooi oud rokje van Only. Ik een beetje omhoog moet trekken, anders valt hij niet zo mooi. En een hele oude panty. Mijn UX erbij, zodat het nog een beetje, ja, noem je dat? Basic is en niet te chique of zo. Dat is natuurlijk geen kerst. Ik ga met mijn oud collega's eten. / eigenlijk gewoon vriendinnen. Het waren echt vriendinnen. Het zijn vriendinnen, maar ik heb ze gewoon niet meer gezien. Ik heb zelf een keertje afgezegd en een keertje had corona, geloof ik. Maar ik heb echt niet normaal veel zin in. Ik zou eigenlijk ook eerst naar mijn ouders gaan, maar dat is natuurlijk weer niet gelukt. Super stom, dus nu ga ik wel bij ze slapen, maar zie ik mijn vader eigenlijk helemaal niet, behalve morgenochtend. En ik ga ook weer naar mijn oma, want die vindt dat heel leuk en ik ook. Dus dit is de look. Ik wil eigenlijk een lange soort jas erbij, maar ik kan hem niet vinden. Deze gebruik ik dus tegenwoordig elke dag. Die heb ik bij TK Maxx gekocht van Coach. Heel grappig vind ik het, maar ik ben dus eigenlijk zwaarder dan sinds tijden. Maar ik zit veel lekkerder in mijn vel, omdat ik dus 3 keer per week sport. Dus daar ben ik heel blij mee. Nu ga ik weg, want ik wil ook nog een matcha laten halen bij de Starbucks. Uurtje rijden en dan gezellig. Ik ga ook wel vloggen. Ik heb er niet normaal veel zin in. Ken je dat je zo helemaal een lekkere vibe zit? Dat er dan één ding gebeurt en dat je meteen helemaal zo gereinigd bent? Ik moest echt een mega noodstop maken net. Bizar, ik zat echt maar recht met mijn ogen op de weg. 100%. En die auto, ik zat wel dicht op die auto, maar we reden allemaal in zo'n file. Eigenlijk te dicht op elkaar, maar goed. Nog wel met afstand gewoon ertussen. En die auto remt keihard. Maar ik zag ook die auto ervoor, want het was net als een bocht of iets. Ik weet het wel, maar boem. En ik echt bam. Dus bijna alles vliegt daar door de auto heen. Ik snel mijn knipperlicht aan voor de auto achter me. Die rijdt nu ook een stuk verder van me vandaan. Ik ook van die auto voor me. Jeetje, mina, ik zit helemaal kapot. Dan gaat mijn hart dus echt zo en dan ben ik meteen helemaal zo shaggy. Maar gaat zo wel weer weg hoor. Maar zit je in één keer helemaal boom uit die vibe getrokken. Ook als ik bijvoorbeeld mijn keihard stoot of val of zo tegen iets. Dus je schrikt, zeg maar. Oeh. Nou, we zijn bijna bij de Starbucks. Even lekker matcha halen. Maar het is eigenlijk wel een beetje koud voor matcha latte. Maar ik vind het gewoon een soort traditie. Ik vind warm niet lekker, ik wil wel koude. Ja, dan moet je nog je make-up doen terwijl het super donker is. Handig! Ik weet niet of mijn haar nou leuk zit zo. Nou, boeit ook allemaal geen reet. Oké. Okay. Lijkt nu wel echt heel kaal. Of toch los haar? I don't know. Wat zouden jullie kiezen? Los of vast? Ik weet het niet. Nou, doei. De carpaccio was goed. Ja, een klein beetje koud. De carpaccio is nog een klein beetje bevroren. Ik had iets vega's. Ja, ja, nu komt het. Ja, maar dat was helemaal klaar. En toen? Met aardappel, courgette, tomaten, knoflook en tijm en zo. Klinkt heel lekker. Staat thuis. En toen? Ja, het ging in de oven. Ja, 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 leuk, ja. Het is wel heel zwevend. Ja, en ik zie het goed. Ja, blind even. Sanne kan niks meer zien. Iedereen heeft super mooie dingen gemaakt. Ja. Oh, en dit heb ik gemaakt. Ja, in de oven. Ik ga even een stuk. Dat was bij jou toen. Dat was nee, maar was het niet. Wij hebben die bruiloft van. Oh ja. Ja. Oh my god, het was zo leuk. Niet normaal. We waren nog met z'n drietjes. Anneke en Marloes waren we nog nu tot 11 uur. Zij zijn ook morgen vrij. En sommigen gingen al na het eten rond 8 weg. Maar het was echt zo leuk. En ik zei ook net met Anneke van weet je, we kunnen. Zij is ook op maandag en dinsdag vrij. Dus dan ga ik lekker. Je hoeft niet een hele avond, weet je wel. De volgende keer kunnen we lekker een koffietje doen in Weesp. Even bijkletsen. Ik ga daar lekker met mijn ouders eten. Dinsdag naar mijn oma. Ik ben
Ik ben zo blij dat ik eindelijk weer een beetje die flow begin te krijgen van afspreken. Weet je, het sporten 3 keer in de week gaat goed. Het leven thuis, gezinsleven gaat goed. Werk en dan dat ik alles gewoon lekker kan combineren en dat het lekker gaat. Weet je, en de afspraken staan ook weer een beetje gepland. Volgende week Sinterklaas vieren. Week erna, weet niet wat, dan met Lot. Dan weer kerst en weer uit. Gewoon lekker uit die cocon, uit die workflow en alleen maar thuis zitten en gewoon lekker leven. Dus ik ben heel blij. Ik heb zoveel gelachen en dat is echt met deze vrouwen. Ik ben de jongste meiden. Heb ik altijd zo ontzettend veel lol gehad. Ik heb echt lief en leed met ze gedeeld. Alle verhalen elke dag. Je werkte 5 dagen per week, weet je wel, met elkaar. Niet iedereen zag je elke dag, maar je kende elkaar zo goed. En ik zag ze ook. Ik vond het heel even spannend. En na 1 minuut was het eigenlijk alweer normaal. En nu is het gewoon alsof ik nooit weg ben geweest. Het is 1 jaar en 4,5 maand geleden. Het is nu 28 november. Het was 12 juli of zo mijn afscheid. Dus wel jammer dat ik mijn ouders dus net niet ervoor heb gezien. Maar goed, ik zei maak me morgen maar op tijd wakker. Ik slaap denk ik rond 12 uur. Het is nu 8 minuutjes rijden. Mijn mobiel valt wel bijna uit. Ik ben gewoon heel blij. Ik zit nu gewoon echt lekker in mijn vel. Heel goed, positief gevoel. Echt super, super, super blij. Deze dames, weet je, dat moet je ook koesteren. Het is zo bijzonder dat je... Samenwerken kan namelijk heel erg moeilijk zijn. Voor mij ook. Ik ben best wel een eindzoekganger. En dat je dus een school hebt gevonden. Eigenlijk je allereerste echte baan. En dat je daarin gewoon een groep hebt opgebouwd van 8 vrouwen. En dat je dus gewoon een clubje. Want ik heb altijd heel veel... alleen Shanna en Jiminy is het enige clubje wat ik heb van 3. Verder zijn het altijd losse vrienden geweest. Dat je gewoon op je werk een clubje hebt opgebouwd van 8 vrouwen. Met wie je het zo ontzettend gezellig hebt. Met allemaal wat goed kunt vinden. Natuurlijk met de een nog iets meer een klik hebt dan met de ander. Maar eigenlijk met iedereen stuk voor stuk het leuk hebt. Want vaak in groepje heb je toch wel een aantal waar je niks mee hebt of zo. Dat is wel met niks met groepjes hebt. Dat is toch zo bijzonder en uniek eigenlijk. Maar dat mijn ouders daar bezig zijn verhuisd is voor mij heel fijn. Want dat geeft mij gewoon de mogelijkheid om... Kijk, anders was ik nu hierheen gereden en nu weer terug naar huis. En nu is het gewoon leuk. Je ziet je ouders morgen weer. Je ziet je oma morgen weer. Je bent er gewoon echt even uit. Dus dat maakt het voor mij veel makkelijker. Ik kan altijd uren doorkletsen. Goed, dit wou ik even zeggen. Zo'n fijn gevoel dat mijn leven nu gewoon lekker loopt. Want ik heb echt wel moeite met het inplannen van meerdere dingen tegelijk. En ja, dat gaat nu heel erg goed en ik denk ook dat ik het ook wel makkelijk kan volhouden. Het enige wat me nog niet goed lukt is het huishouden. Dus wasjes draaien, vaatwasser, schoonmaken, dat er ook nog bij. En als dat me ook lukt, heb ik eigenlijk alles op rolletjes nu. Dus nou, daar kan ik wel trots op zijn en heel erg blij mee zijn. Grappig, ik rij nu straks gewoon weer door de plek waar ik zoveel ben geweest vroeger. Dat is ook grappig, ik ben eigenlijk gewoon ruim 1 jaar even helemaal weg geweest hier. Ik ben natuurlijk 1 jaar fulltime bezig geweest met de zaak. Mijn focus lag helemaal daarop. Eerst even die verhuizingsperiode. Toen was dat eigenlijk voorbij. En toen volledig de zaak. Het was voor mij toen gewoon heel moeilijk om dat allemaal met elkaar te combineren. En nu gaat dat goed. So I'm very happy. Ook gezegd, mocht er een keer invallen nodig zijn, bel me gewoon. Ook dat lijkt me mega leuk om weer een dagje voor de klas te staan en die kids te zien. Echt allemaal ongelooflijk positief. Dus happy kiddo hier. Ja, dan wil ik altijd door blijven praten, maar dat heeft helemaal geen zin. Dus doei. Mama kwam nog even naar bed uit, dus die heb ik nog gezien. Bij me, kussen. Nee, ik heb wat spulletjes die ik hier kan neerzetten, want ik denk dat ik hier wel vaker ga slapen. Ik heb echt heel weinig mee. Vroeger nam ik heel veel mee, maar nu niet meer. Blouseje vanmorgen, een broek, een trui. Ik heb alleen geen slaap ondergoed mee. Dit. Ik kan allemaal hier blijven. Good morning. Ik heb papa nog even lekker gezien. Nog even met papa kunnen kletsen. Nu wordt een tafel bezorgd bij mijn ouders. Ze hebben echt een mega, mega mooie tafel. Ik heb mijn vader's badjas aan. Dan ziet het er echt niet uit. Ik heb mijn lenzen nog niet in. Ik zie niks. Oh, ik ben onrustig geslapen. Oh ja, dat weten jullie helemaal niet. Ik kwam dus boven in de slaapkamer, stond er een nieuw bed. Ik had vorige keer gezegd, want ik had echt niet lekker geslapen. Ik hou gewoon even op mijn verhuisdoos zitten. Ik slaap natuurlijk in een 2-persoonsbed en zelfs daarin ben ik al een hele moeilijke slaper. Dat ik gewoon heel vaak gewoon naar het logeerbed ga, omdat ik gewoon echt een lastige slaper ben.
altijd al gehad. Maar dan lig je eens in zo'n heel klein bed. En ik voel het gewoon niet heel lekker liggen. En ik zei ook, ja, als we hier een keer willen logeren met z'n allen of zo, dan is het ook wel leuk. Als er meer slaapplek is. En de matras vond ik niet zo lekker. Dus nou, gewoon eerlijk en eerlijkheid. Maar ik was dus als verrassing. En het was echt letterlijk gisteren bezorgd. En ze hebben het zelf moeten neerzetten. Een 1,60 Emma bed. Met Emma O2 matras erop, die ik thuis ook heb. En het kleine bed staat er ook nog. Dus ik kan nu gewoon met z'n drieën hier slapen. En ik was echt zo blij. Echt een leuke verrassing. Dus gisteravond sliepen ze al. En toen ik hier thuis kwam, kwam mama naar beneden. Want die hoorde me. Die hoorde de auto. En toen daar in bed kwam, popt mama allebei zo naar de kamer van en, weet je wel. Dat is echt zo schattig. En nu vanochtend maakte mama me wakker. Maar ze liet me slapen. Dus ik zo, mam. Ik dacht, nee, ik heb beloofd dat jullie me wakker mogen maken. Dus heb papa nog even gezien, die is naar zijn werk. En ze hebben dus een super mooie, hele grote ronde tafel besteld. Die zijn die mannen nu aan het neerzetten. Maar ik ga even lekker douchen, aankleden. Ik breng geen koffie, want ik drink altijd havermelk. En vorige keer had mama havermelk gehaald, maar nu niet. Ik vind zwarte koffie echt niet lekker. Maar heel onrustig geslapen. Dus gewoon wennen om even ergens anders te liggen of zo, denk ik. Ik weet niet. Ik had ook geen oordopjes mee. Ik was echt... Ik ging om 1 uur slapen, was ik om 2 uur alweer wakker. En toen om 3 uur, echt niet normaal. Ik weet niet waarom. Maar goed, maakt niet uit. Dan gaan we weer op tijd naar bed. Eerst nog sporten. De vlog is net online gekomen, eindelijk. Mijn huid voelt super droog. Ik zie er wel echt verrot uit. Wat ga ik dan nog meer zeggen? Nou, straks ga ik naar oma. Mama gaat nog even de school aan me laten zien die hier dichtbij zit. En het is wel leuk, want een paar kinderen van mijn oude school zijn naar die school gegaan. Dus voor Chat Pacifi. Dat zou wel leuk zijn. Lekker mijn blouse gestreken. Lekker gedoucht. Wil je koffie voor je zetten? Kijk even jongens, dit is niet normaal. Nieuwe eettafel, ik vind hem echt heel erg mooi. Moet je hem nog een behandelen? Waar is dit van? Naar het silo, maar we hebben het gekocht bij Eierkamp. Jullie hebben dus ook nieuwe stoelen. Het lijkt wel een vergaderzaal. Vind je het niet mooi? Ja, een beetje vergaderzaal. Nou, ik snap wel wat je bedoelt eigenlijk. Ik vind het heel tof, maar het is... het heeft nog heel weinig sfeer. Het is nog heel koud. Het is wel heel gaaf, maar... Oké, dames en heren, de zitting is geopend. Kiekeboe, wat wil jij zeggen? Echt, hè? De ketting is echt mooi. Da, 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 da. Oorbellen doen pijn. Ik weer in gaan brengen. Geen andere bellen. Ja, dat is echt... Ja, die lamp moest dat wel heel Nou, het is eigenlijk wel heel erg logisch. Kijk hier, alle kleuren zijn koud. Nou ja, dit zijn wel twee hele coole tonen in combinatie met dit en dit. Ja, kun je ook goed bij elkaar, hè? Het is heel mooi, maar het is inderdaad eigenlijk vergaderd. Ik ben benieuwd wat papa ervan vindt. Maar mijn eerste indruk was gewoon, wow, mooi. Dus, Ik denk dat schilderijtje op de achtergrond al beschreven. Wil je zelf koffie zetten? Moet ik het doen? Nou, ik hoop dat ze in februari of zo beginnen. En dan misschien maart klaar. 6 weken gaat de tuin duren. Dat voor hokje daar. Doei huis. Elektriciteitshuis, denk ik. Uh-huh. Kijk, daar komt een mega winkelcentrum. Niet van grote overzijn. Had je het strand daar zien liggen daar? Groot water, volgens mij de weg. Heb je het al gezien? Ja, vorige keer. Echt leuk, toch? Ja. Ik vind die straatbordjes mooi. Ja? Oh, ik voel me zo blij. We zijn dus naar mama's school gegaan. Maar er zitten dus kinderen op die bij mij op school hebben gezeten. Op de Koers Breyer. Die zijn naar deze school gegaan. En er is gewoon één meisje die was mijn allereerste klas. Zeg maar toen ik voor het eerst mijn eigen groep had, groep 3. En met haar heb ik altijd zo'n sterke band gehad. En we hebben elkaar ook altijd nog gesproken. Ik ben bij ze thuis geweest. Ik had goed contact met haar ouders. En zij zat daar op school. Dus ik hoopte haar echt te zien. Dus ik zag haar in de klas. Ik zei, sorry, maar ik moet even een knuffel geven. En ik heb ook een aantal andere kinderen gezien. Dus wij allebei zo blij om elkaar te zien. Toen dacht ik, en mijn hart smolt echt. Toen liep ik weg, kreeg ik echt zo'n tranen in mijn ogen. Toen waren we buiten, kwam de groep naar buiten. Dus toen zag ik er weer. Toen zei ik, oh, ik kreeg echt tranen in mijn ogen. Ik vond het zo leuk om je te zien. Ze zei, ja, ik ook. En dan ging ze helemaal aan haar vriendinnen vertellen hoe het was. En ze zit nu groep 8. Nou, echt. Toen zei ik, ik wil even een foto maken en dan wil ik die naar mama sturen. We hebben een foto gemaakt. Ik ben helemaal blij. En nu ga ik dus, ik ben nu, oma gaat naar de fysio. Dus ik zou of voor of na de fysio komen, maar ik ga na de fysio. Dus ik heb nu nog een half uur over. Dus ik ga even langs mijn oude school rijden. Want ik weet dat Jacques, als het goed is, nu buiten is. En Jacques was er gisteren niet bij. Dus kan ik Jacques zien. En ik hoop al kinderen zien. Maar ja, die kinderen zitten allemaal in groep 7, 8. Ja, sommige mensen zeggen... Ik vind het dus heel raar dat ik het zo leuk vind om mijn kinderen nog te zien. Maar ik vind dat dus helemaal geweldig. Ja, weet je, het allerleukste aan juf zijn vond ik het persoonlijke met kids.
waarom ik juf zijn ook niet meer zo leuk vind. Ik was de uitdaging kwijt. Het ging allemaal goed. En lesgeven heb ik nooit super leuk gevonden. Dus ik vond het persoonlijke met de kids echt geweldig. En dat vind ik nog steeds geweldig. Ik zou er nog steeds wat mee willen doen. Maar mijn hart ligt echt gewoon bij... ook kinderen met waar je wat minder mee hebt natuurlijk. Dat is altijd zo. Maar mijn hart ligt gewoon daarbij. En ik vind het zo leuk om te zien hoe ze er nu uitzien. Hoe het met ze gaat. En gewoon, ja. Dus ik kan echt niet wachten. Maar ik denk dat mijn groep 7-8... heel groep 7-8 van mijn oude school heb ik gehad. Groep 3, 4, 4, 5. Dat is nu allemaal samengevoegd. Dus zit allemaal samen. Dus ik ga ook naar de eindmusical bijvoorbeeld. In maart geloof ik. Dat heb ik altijd gezegd. Ik ga er sowieso heen. Maar ik wil... zo graag, het zou perfect zijn als die groep buiten speelt, maar groep 3 speelt straks buiten, dus het gaat dan niet lukken. Ik weet niet of ik naar binnen durf. Ik denk dus niet dat ik naar binnen durf. Waarschijnlijk speelt groep 8 pas om 12:30 buiten en dan moet ik naar oma. Dus, nou dan kan ik Jacques even zien, dat is ook wel leuk. Het liefst zou ik elke week iets anders doen in mijn leven. Dan weer even juf zijn, dan weer een horecazaak hebben, dan weer dit, dan weer dat. Ik hou gewoon van die afwisseling. Dus... nu af en toe die uitjes even weer hier naartoe. Die doen me wel heel erg goed. Ik ben heel blij. Blij ei. Oh my god. Dit was zo leuk. Niet normaal. Ja, iedereen kijkt. Dus ik moet wel even een beetje normaal rijden. Oei. Het is echt bizar. Wat verband ik met die kids heb eigenlijk. Het is eigenlijk zonde. Als ik dan hier ben en dat voel. Dan denk ik eigenlijk is het zo zonde dat ik geen juf meer ben. Want... ik had echt wel heel veel liefde voor wat ik deed, hoor, eigenlijk. Wat ik zeg, het lesgeven vond ik gewoon niet zo heel erg leuk. Maar de kinderen, ze komen ook met duizenden herinneringen. Ik heb dus groep 3, 4, 4 en 5 gedaan op deze school. Of 3, 4, 5, 5. Ik weet het even niet meer. 3, 4, 5, 5, volgens mij. En die groepen zijn allemaal samengevoegd. Dus je hebt nu 7, 8. En heel die 7, 8, 3, 7, 8, heb ik allemaal in de klas gehad op twee kinderen na. Dus ik liep langs de eerste klas en ik dacht, nou, de collega die er gisteren niet bij was, die was dus aan het werk. Dus haar had ik gezien. Dus ik zeg, ja, eigenlijk durf ik niet echt naar binnen te gaan. Maar ik wist gewoon, ik ga spijt krijgen als ik het niet doe. En ik had twee weken geleden ook tegen een meisje gezegd, ik kom langs. En dat had ze dus ook aan haar klasgenootjes verteld. Dus ik loop zo de gang binnen en echt, juf Charlotte! Echt een zieke chaos. Ik ben meteen weer zwaar overprikkeld. Juf zijn is wel echt vermoeiend. Hé, mijn oude huis met Ruben. En nou, geschreeuw en alles, maar ook weet je mijn naam nog. Maar in eerste seconde dacht ik echt, oh my god, ik weet geen één naam meer. En uiteindelijk wist ik echt elke naam. En toen, nou, daar even gekletst. Maar ik ben ook oprecht benieuwd van, oh, hoe gaat het nu thuis? Hoe gaat het nu met je wiebelkussen? En één meisje had nog het wiebelkussen wat ik aan haar heb gegeven. Want die had volgens mij mijn moeder een keer mij gegeven. En die had ik thuis liggen. En die heb ik aan haar gegeven. In groep 4. En zij heeft nu in groep 8 of 7, ik weet niet waar zij dan in zit... heeft zij nog steeds mijn wiebelkussen. Ik denk in groep 7. Zegt ze, kijk, hier zit ik nog steeds op. En ik heb nu een staattafel. En gingen ze me allemaal vertellen wat ze nu doen. En ik weet ook gewoon meteen alles weer. Alles kwam meteen weer in mijn hoofd op. En hoe gaat het met jou nu thuis? Hoe gaat het bij jou met je broertje? Hoe gaat het met je babyzusje? Hoe gaat het nu met... gewoon alles komt... al die vragen komen meteen weer in mijn hoofd op. Ik had echt zoveel zin om met alle kinderen gewoon één op één te zitten. En dan de jongens, ik kon het altijd heel goed vinden met eigenlijk de een beetje brutale, drukke jongens. En die waren ook meteen zo blij en zo vrolijk en nou, zo leuk. En die wisten ook alles nog. Gewoon kinderen uit groep 3 die nu in groep 8 zitten, wisten alles nog. Juf, weet je nog dit? En juf, weet je nog dit en dit? En de meeste wist ik ook nog wel. En denk ik, oh my god, ik vond het eigenlijk zo leuk. Ik heb ook gezegd, het lijkt me heel leuk om een keer in te vallen. Het liefst dus in een 7-8. Die stof beheers ik niet, want dat heb ik nooit gedaan. Niet eens in één dag heb ik in 7-8 gestaan. Ook niet met invalwerk. Maar ja, voor een dag invallen is het belangrijker dat je de kids met je kent en ze aan kan. Vind ik zelf. En de namen kent. Maar eigenlijk zijn ze niks veranderd. Ze waren wel druk, maar ze waren helemaal hysterisch. Die tweede groep kwam allemaal de klas uitgestormd. Ja, juf, heb je spaghetti kind nog? Nou, gewoon allemaal van die herinneringen. Zo leuk. En dan voel je wel schuldig, had ik twee kinderen ook de naam fout. Ik oh, dat is echt zo stom. Oh, juf weet mijn naam niet meer. Maar ik weet eigenlijk bijna al. Oh, ik ben nu helemaal kapot. Oh, ik ben zo moe. Ik ben er een half uur in 3 klassen geweest. En het was mega chaos en schreeuwen. Ik had niet verwacht dat iedereen het zo leuk zou vinden ook. Bizar. En dat die soort van wederzijdse liefde of zo. Of blijdschap. Nou, dat maakt me echt helemaal blij. Mijn dag kan niet meer stuk.
En het is pas 12 uur, half 1. Zo, wat een dag zit er al op. Ik ben heel blij, blij. Café. Oh my god, het was zo leuk bij oma. Ik ben zo blij. Ik moet altijd eigenlijk 3:15 terug zijn op dinsdag, maar ik ben nu iets later. Ik ben er 4:30. En ik ga nu wel nog even langs Starbucks om matcha latte te halen. Dat heb ik gisteren niet gedaan. Halverwege. Ik moet ook nog even tanken, dus ik ben er 4:50 pas. Maar ik wilde wel even iets langer blijven. Het was zo fijn. Ik ben helemaal blij, jongens. Ik ben zo blij. Ik moet dit ook echt blijven doen, weet je. Oké, elke om de week is misschien net te veel, maar in ieder geval elke maand wil ik gewoon deze kant op gaan. Elke maand mijn omi zien. Elke maand mijn ouders zien. En Sean, mijn oud-collega's. Ik kan niet elke week naar mijn oude school gaan natuurlijk. Op een gegeven moment is het ook niet meer zo leuk, maar voor die kids denk ik wel. Ik ben gewoon heel blij. En ik ben ook nu moe. En de dag gaat normaal nu pas beginnen. Normaal heb ik nu alleen even een vlog geëdit en verder niks. Dus nu nog een superleuk gezellig middagje. En dan sporten. En dan lekker met haar. En dan was dat het weekend alweer. Het gaat wel mega snel, zeg. Dit is zo belangrijk om te blijven doen. Dan voel je ook dat je echt nog leeft naast je werk. Weet je wel? Voilà. Het is weer bezorging aanneemdag. Dus ik ga dit even allemaal uitladen. Deel dan naar de opslag. En dit moet allemaal hier blijven. Ik zeg er dan thuis komen. En dat er een maaltijd is. Heerlijk. Kijk trouwens wat ik bij de Jumbo had gekocht. Ik hou er dus heel erg van balsamico. Over salade doe ik altijd. Toen zag ik dus een bol balsamico. Die je dan over je eten kan raspen. Dus ik heb het ook al gedaan. Het ruikt heel sterk. Dit is het. Kijk. Het gaat super makkelijk. Dat is dan de fijne stand. Maar je kan het dus ook... mega groot. Nou ziet het er wel uit. Handig, hè? Het smaakt wel gewoon lekker. Ik wil dus heel graag grijs op de piano spelen, maar ik kan alleen maar een hele lage versie vinden. En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan. Mag jij altijd bij mij? Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij. Lekker gesport. Oh my god, heb ik daar ook gekocht? Ik ben zo blij. Zo leuk. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Wat in mijn ogen staat geschreven. Je moest eens weten. Over the rainbow.
gebeuren. Ik stop al. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Goedkoop is Duurkoop. En ik zit onder de haren. Jeetje, dan koop je dit voor 1,50. Bij de Dirk 3 en dan is het helemaal kapot. Ik vond het wel leuk voor de zaak, maar helaas. Fijn. Hallo, het is zo koud vandaag. Aangezien het heel rustig in de zaak is, helaas, terwijl het vrijdag is. Ja, het is echt voor het eerst mega koud. Het is Sinterklaas dit weekend, dus ik verwacht echt dat er niemand komt behalve de reservering. We hebben wel een happy hour erop gezet van 8 tot 9, alle koekjes tweede gratis. Maar ik verwacht echt niet dat er iemand komt. We hebben een reservering om 7 voor 2 personen. Maar we willen dus graag een spelletjeskast, al heel lang. Omdat het, we hebben niet echt plek voor een kast. Maar omdat het bij ons in de zaak natuurlijk vet leuk is om spelletjes te spelen. Lekker in combinatie met borrelen. En we willen ook voor oudejaarsavond spelletjesavond doen. We hebben net de ideeën bedacht voor de kerstborrel en de oudejaarsborrel. Dus ik ben heel Zoetermeer doorgereden. Allemaal kringloopwinkels, maar het is vet moeilijk om echt die goede spellen te vinden. Ik weet dat mijn moeder dat altijd deed. Heel goed daarin is ook. Maar het liggen allemaal van die crappy spelletjes, weet je wel. Van niemand weet hoe het moet. Ik heb wel een aantal spellen. Ik heb alleen niet Rummy Cup gevonden. Ja, ik heb uiteindelijk wel Rummy gevonden. Maar dat is denk ik een neppe Rummy Cup. Maar het is wel met steentjes. Dus ik dacht, nou ja, prima. Dat is toch wel een spel dat mensen heel graag spelen. Het is heel wisselend. Bij sommige zaken kostte zo'n spelletje maar €1. Bij andere weer 2,50. Maar ik dacht, nou ja, het valt me op dat de zaken waarin de mensen heel aardig zijn, zijn duur. En dan denk ik weer, ja, ik gun het je ook wel. Zoals hier bij de Eerste Stationstraat of zo, hier dicht bij de Dorpsstraat. Die man is zo aardig. En ik vond het zo zielig voor hem, want het is in zijn zaak gewoon net zo koud als buiten. Want hij moet alles open laten staan, anders weten mensen niet dat hij open is. Dus je vriest gewoon kapot daar. Ik stond daar die spelletjes te kijken en dacht echt, oh my god. Zo zielig voor die man. Heb je ook Pelgrimshoeven, geloof ik. En daar werken echt veel te veel mensen. Want op elke afdeling staat wel een senior iemand. Maar die zijn daar zo aan het opletten of je alles wel netjes neerzet. En of je niet steelt. Of je wel een mandje pakt. En dat vind ik niet zo'n leuke vibe eigenlijk. Daar heb ik ook niks kunnen kopen trouwens. Die spelletje, maar toen stonden er echt 30 mensen in de rij. Dus dacht ik, laat maar. En dan bij de nieuwe kringloop tegenover de Bouwhof heb ik een aantal spellen gekocht. En ik heb één spelletje gekocht bij, ja, richting Rokkeveen bij het industrieterrein. Ik weet niet hoe het heet, geen idee. Maar wel een aantal dingen dus. Ik zal het zo even laten zien. Ik ben benieuwd wat Mel ervan vindt. Ik heb niet alles kunnen vinden wat ik echt graag wilde, maar ik heb op zich wel wat goede spellen. Oké, ik ga nu aan Mel laten zien en aan jullie welke spelletjes ik heb gekocht. Ik ben echt wel beter. Oké, dan laat ik het halen van de camera. Over deze twijfel ik, maar heel veel mensen vinden dit volgens mij leuk. Zeeslag. Vind jij dat leuk? Heel lang geleden gespeeld. Ja, heel veel mensen vinden dat volgens mij altijd leuk. Dan heb ik een soort van apart soort domino. Hoe noem je dit? Ja, domino waarbij je die steentjes aan elkaar moet leggen. Maar dan een driehoek variant. Ik heb ook gehoord te letten dat ik alleen maar die echte spelletjes heb. Van, hoe noem je dat? Jumbo en Umbro volgens mij. Maar dit is, hier staat wel op de original, maar ik ken het niet verder. Spelletjesdoos. Met heel veel soorten spelletjes. Deze was echt goedkoop, €2. Dus hierin zit met erger niet, modespel, solitair, schaak, dam en Halma. Halma. Crabble. Dit was de eerste kringloop. Het goed, daar checken ze alles en plakken ze dicht. Dus dat is wel heel chill. Dus dan kan je er gewoon van uitgaan dat het compleet is. Mikado. Ik dacht, dit is de echte. Dus dat vond ik leuk. Maar later vond ik overal Mikado in doosjes. En toen dacht ik, dat is eigenlijk handiger. Maar toen had ik deze Mikado al gekocht. En, mensen erger hier niet, de echte Fast Fairtrade. Niet al te groot. Vier per rij, wel een grote. Die heb ik ook maar in één andere winkel nog gezien. Ganzenbord. Dat was old school. Ik weet niet of iemand dat leuk vindt om te spelen. Wie wat waar. Wie is het, kon ik niet vinden. Maar dit is eigenlijk volgens mij nog leuker. Want je moet je niet alleen raden wie het is, maar ook wat en waar. Met meerdere thema's of zoiets. Dat vond ik wel heel leuk. Boggle is ook heel leuk. En dit speelde ik altijd op school. Dan krijg je een bepaald aantal letters. En dan moet je daar zoveel mogelijk woorden mee maken volgens mij. En ook overal op al die dozen kijken hoeveel erin moest zitten. En checken of het klopt. Want niet overal is het gecheckt. En dit is dan het enige spel wat een beetje onbekend is. Maar dit vond ik er echt heel leuk uitzien. Ik kon er alleen niet in kijken. New Amigos. Iets met talen. Zo. Dus dat is het enige die een beetje onbekend is. En dan nog Animal Party. Ik heb ook geen kaartspellen kunnen vinden. Die een beetje leuk zijn. En dit is dan een soort van neppe Rummy Cup. Denk ik. Rummy. Het doel was eigenlijk om Rummy Cup te vinden. Maar het is nergens te krijgen. Ja, dit is gewoon Rummy Cup hoor. Met hele schattige steentjes. Mini steentjes en ook bordjes. Dus dit is gewoon Rummy Cup. Ik weet niet waarom het wel Rummy heet. Dit
best een grote stapel. Nou, hier kunnen we wel even de avond mee door. Dus ik denk dat Mel en ik nu maar even spelletjes gaan spelen. Toch Mel? Je bent goed in niet luisteren, hè? Heb je wel gehoord welke spellen ik heb opgenoemd? Ja, ganzenbord heb ik gehoord. Alleen ganzenbord. Leuk. Ik ga lekker twee afhaalplankjes maken. De robot is bezig met de vloer. En even de reserveringbriefjes klaarleggen. Ariane om 4:00. Dan hebben we Cindy om 5:30. Emilie, moet ik nog schrijven. Jet hebben we om 6:30. En dan moet ik Emilie nog schrijven om 6:00. En dan heb ik ook briefjes voor de afhaalborrelplank. Die moet ik ook nog even schrijven. Ik weet niet of we hier echt mee door moeten gaan met die afhaalplanken, want in verhouding, ik ben serieus gewoon eigenlijk 1 uur bezig, hè. Omdat je, nou dit is dan weer een ander soort plank, special, dus je moet erover nadenken. Nou ja, het is ook gewoon weer extra voorsnijwerk en al, het kost echt veel tijd. Met voorsnijden en inpakken erbij ben je gewoon 1 uur bezig. En je hebt gewoon niet je winstmarge. Op drank. Dat is natuurlijk waar je lekker aan verdient. En die heb je nu niet. Wat het wel is, is gewoon een hele leuke reclame. Dat is natuurlijk ook wat waard. Op zo'n rustig moment als nu is het prima. Hoppakee. Wordt wel steeds sneller in het inpakken. Ik ga nu snel een dip bij maken. Want ik weet niet of ik het ga redden anders. Zo, vroom. Het is voor de brouwers van de vier, dus dat is ook wel leuk. Ja, dus ga ik die lekker buiten zetten, staat die koud en dan hebben we nog een beetje mensen die langslopen en er naar kijken. Mensen, kijk, al deze plank is wel makkelijker te tillen. Maatje kleiner gedaan, omdat van die andere hebben we er maar 6. Dus straks hebben we niet genoeg planken. Nou, dan staat het hier vast klaar. Gaat Mel het zo brengen. Ik heb weer wat schattigs gescoord hoor. Jongens, ik heb een haast, maar ik wil heel snel laten zien wat ik met Black Friday heb besteld bij Look Fantastic. Dat is echt heel chill, want ze hadden echt goede deals met zo'n multipack. Maar je krijgt ook nog eens 1 ding gratis, zeg maar. Dus ik heb 2 conditioners. 1 shampoo. En op de trap staan dan nog een conditioner en een shampoo om mee naar boven te nemen. Dat zet ik me altijd hier naar. En ik heb dus deze weer. Die doe ik als enige in mijn haar. Verder gebruik ik geen producten meer. En ook een nieuwe die ze hebben. Heel benieuwd naar. Daar ga ik nu een beetje van in doen. En nu sporten, maar ik ben een beetje laat. En om 2:00 worden 3 borrelplanken afgehaald. Dus ik moet een beetje tempo maken. Dus voor hetzelfde geld komt er om 1:00 ineens onverwachts iemand eten. En dan wordt het een beetje gestresst. Oh, lekker. Dit is een soort van... Het is echt een serum. Het is geen olie. Waarschijnlijk wordt het nu te veel. Omdat ik ook die ander al in heb. Van gisteren. En wat ik dus nu tegenwoordig doe, is mijn haar zo draaien in een knot. En dan met een scrunchie eromheen. En als je het dan los doet, zit je haar veel mooier. Vannacht heb ik dat dus niet gedaan. Dus was mijn haar meteen helemaal ontploft. Ik heb nog wat besteld. Zo, en doe ik een scrunchie eromheen. Zit het in ieder geval voor het sporten vast. Merel van de Bakker heeft dus dit spul. En daardoor is ze best wel bruin, dus ik heb hem ook besteld. Maar dat ga ik later even reviewen. En ik kreeg een gratis kwast van... een merk. En een gratis lipstick van Estée Lauder. Super chill. En ik heb eindelijk weer even mijn favoriete poeder besteld. Ik heb hem nu maandenlang niet besteld, maar ik dacht ik doe het weer een keertje. Maar ik ga eerst mijn oude van Catrice opmaken. Dus dat was het. Voor hetzelfde geld staan er om 1:00 deze mensen voor de deur. En dan wordt het gewoon te erg gestresst. 3 planken passen dus bijna niet eens in deze keuken. Dat is altijd een uitdaging. Maar ik ga lekker even knallen. Ja, ik doe best wel lang erover. Ik ben benieuwd hoe lang ik erover doe. We gaan het zien. Het is nu 12:43. Ik zie jullie zo. Ja, het is echt bizar hoe lang ik hierover doe. Het is 13:35. Ik ben soort van klaar. Ik moet nog even inpakken en nog even checken of alles goed is. Ja, ik ben hier gewoon echt heel lang mee bezig. Ik kan er ook niks aan doen. Dus toch echt wel 1 uur hoor. Zeker met inpakken erbij. Ruim 1 uur voor 3 planken. 13:48. Serieus 1:10. Wajo. Bommetje. Ik kan hem ook daarin brengen.
in één pak. Ik heb nog een Black Friday pakketje. Ik ben even tussendoor naar huis gegaan, want het was zo rustig. Ik heb allemaal karton weggegooid en nu ga ik even voor de ladies night verder voorbereiden in mijn winkel. Oh ja, ik heb dit besteld. Bij Lyko. Daar was dit heel goedkoop, dus mijn favoriete skincare toner. Nou, net alle karton weggegooid en hebben we weer karton. Nou, heel erg best gaan we het hok opschrijven, maar dit is nog van Merel. En er zijn ook spullen van ons, helaas. Maar dit heb ik in één keer allemaal meegekregen. Twee hele kleine jurken. Alleen wel alles eraf moeten halen, helaas. En er is hier trouwens ook geen licht. Ik ben druk bezig met cadeautjes te pakken. Het lijkt kerst, maar dat is het niet. Wat wou ik nou nog meer zeggen? Oh ja, ik had deze favoriete lipbalm. Die ik in de vlog had laten zien laatst. Het is trouwens nu gewoon middag, hè. Kijk hoe donker het hier is. Dit was Pink Blossom. Die heb ik in twee andere kleurtjes besteld. Ook nog bij die bestelling. Ik had het bijna weggegooid, want het zat in karton verpakt. Dus ik zag het niet. Dit is hibiscus. En dit zijn dus lipbalsems die niet slecht voor je zijn. Want het is natuurlijk. Volgens mij is deze heel licht. Je kan dus gewoon niet meer tegen het gevoel van troep op je lippen. Terwijl trouwvolgers zeg maar die weten hoe verslaafd ik was. De onderste is dan Zimnia. En die ik steeds draag is best wel roze. Nou ja, steeds, soms. Dat is er niet meer. Dit is dan Pink Blossom. Oh wow, deze heeft een soort... Geen glitter, maar hij glanst heel erg. Nice. Ja, ik ben echt fan hiervan. Bij Look Fantastic was het dus wel echt wat goedkoper. Want een Barrett heeft ze soms ook in de aanbieding. Het is dus gewoon geen zooi. Het is gewoon niet slecht voor je. Dus ik kan ook gewoon dit doen. Hey. Deze zijn echt heel schattig. Ik heb ook gewoon beneden in mijn kast zeg maar gekeken naar allemaal cadeaus die ik nog had liggen. En die ben ik ook aan het inpakken. Ik ben goed bezig. Ik heb spierpijn. Ik heb gisteren die oefening gedaan. Die soort van roeioefening. Ja, zei nog dat die ook heel goed voor me is. Maar ik ben wel echt, merk ik, hoe noem je dat? Dominanter met deze kant van mijn lichaam. Want ik heb hier heel veel pijn aan mijn bilspier. En hier nu heel veel pijn aan mijn arm. Echt bizar. Wat was die? Ik ben wel echt bijna klaar met inpakken. Dit, ik weet echt niet eens wat het is. Entertainment cadeau. Maar ik weet niet wat het bedrag is, dus dan geef je dit nu aan iemand. Wat kan je hiermee doen dan? Aan wie zou ik dit geven? Het deed je thuis had ik laatst gekregen. Super leuk, die geef ik gewoon een H. Super grappig. 1 uur film. Oh nee, ik weet wel wie ik hem ga geven. Ik probeer altijd het papier zo te doen dat je er zoveel mogelijk mee kan inpakken. Vind ik leuk. Ik werd trouwens helaas wakker met keelpijn. Beetje verkouden en oorpijn. Dus ik denk dat ik er toch aan moet geloven. Ik heb echt sinds ik geen juf meer ben, word ik zoveel minder snel ziek. Oh, 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 oh. Doen jullie het ook altijd met je tanden? Ik wel. Oh, er zit een haar in. Dat mag niet. Ik heb mijn haar nog vast zitten ook. Die truc van die knot is echt fantastisch. Je moet het echt doen. Ik werd echt wakker met super mooi. Mijn haar zat gewoon heel mooi. Terwijl je weet, oh hi, iedereen ziet mij trouwens niet. Je weet hoe lelijk je wakker kan worden, toch? Hoe lelijk je haar kan zitten. Dat is gewoon verleden tijd. Als je die truc vanuit toevast. Echt waar. Als je het ook gaat doen. En je kende de truc nog niet. Truc. Ik weet niet of het een truc is. Maar laat het even weten, ja. Ik denk namelijk dat ik echt niet de enige ben die zijn haar altijd in zo'n super lelijke knop doet. Hoppa. Nou, dit geef ik wel aan mijn schoonouders. Ik vind dat wel leuk. Dat heb ik volgens mij van Ro gekregen ooit. Dankjewel Ro. Ik gebruik al die bonnen niet, joh. Ik bewaar het tot het over datum is. Super zonde. Ik kom er ook achter dat ik nog allemaal VVV-bonnen heb liggen. En bol.com-bonnen. Kijk, super chill. Dat bewaar ik dan dus. En ik heb dit nog een keer gekregen van H. Hier, VVV-bon. €25. 30 euro. Straks gaat, dit gaat denk ik niet over datum, maar bol.com. Hier nog een VVV. Ik weet dus niet van hoeveel. Bol.com, 25 en 15. Ik bestel heel vaak op bol.com. Ik denk altijd, nee, ik bewaar het voor als ik het echt nodig heb. Maar op een gegeven moment is het gewoon... Over datum, zeg maar. Dan noem je dat verlopen. Super zonde. Eigenlijk vind ik dat die dingen nooit mogen verlopen. Want je hebt er gewoon voor betaald. Het is niet dat je er korting voor hebt gekregen als je zo'n bon koopt. Dus het is super gierig. Een bon koopt die dan na 2 jaar niet meer telt. Want het is eigenlijk gewoon geld. In de vorm van een bon. En geld verloopt ook niet. Behalve de euro, de gulden. Toch? Of zeg ik nou iets raars? Hoppakee. Nou, deze weet ik even niet. Oké, okay, ajoe. Oh my god, ik heb serieus 5 euro. Wat heb je daar nou aan? Heeft iemand mij echt deze cadeaubon gegeven met 5 euro? Oké. Okay. Oké. Okay. Alright, alright. Nou, daar kan ik dus niks mee. Er staat niet een soort van datum of zo. Zijn dit ook de enige 4 dingen die je kan doen? Nee, toch? Lijkt me wel heel raar.
Door op kruisje te klikken ga je naar rechts. Oké. Okay. Duidelijk. Pathé thuis, 1 film. Nou, die zou ik dan kunnen kopen. Dat heb ik allemaal niet nodig. Ook zonder het niet te gebruiken. Niet genoeg saldo, ja, dat weet ik. Dus dan kan ik het niet kopen. Hè? Oh, 25 januari. Maar moet ik dan mijn saldo opwaarderen of zo? Nou, ik snap er niks van. Dit is ook zo raar. Dan ben je dus ingelogd en dan zegt hij dit. Cadeautjes zijn in ieder geval allemaal ingepakt. En nu moet ik echt gaan douchen. Want over een uur gaan we al Sinterklaas vieren zonder Sinterklaas te vieren. Oké, note to myself. Als je een afspraak hebt waarvoor je er leuk uit zult zien, niet je haar wassen. Dat heb ik dus vandaag niet gedaan. Ik heb het zaterdag gewassen. En dan zit het nu dus goed en heb je dus niet die enorme tijdstress. Want heel vaak ga ik op de dag dat ik iets heb, ga ik mijn haar wassen. En dan zit ik altijd met tijdstress. Ik heb hetzelfde aan als vorige week. En ik heb dat cholesterolspoel opgedaan. Ik heb het idee dat het al een beetje werkt, maar ik heb echt eerst heel goed met die kliniek toner mijn gezicht schoongemaakt. Eerst gedoucht, helemaal droog gemaakt en het heel goed uitgesmeerd hier en hier ook. Maar ik heb niet heel veel gedaan. Haas er nu dus gaan, dus ik ga me in de auto verder opmaken. Ik wil altijd ringen in, vind ik leuk. Ook voor, juist bij zo'n bloot topje vind ik dat mooi. Nou, mijn haar. Zie je dus dat het een beetje een model heeft? Dat komt dus door die knot. Het mooiste van mij vind ik hier stijl en hier een beetje volume. En dan doe ik het vaak, zeg maar. Nou ja, zo. Maar oké. Nu vind ik het zo ook wel mooi. Hoe het nu dus valt, is dat als ik door die knot, als ik het dus nu borstel, valt het dus meteen goed. En dat serum vind ik trouwens ook wel chill. Want ik had hier net een beetje pluishaar door het douchen, want dan wordt het hier altijd nat. En dat is eigenlijk meteen weg. Nou, oké. Goodbye. Althans, 2 jaar geleden, een man daar woonde. Even mijn sieraden aan het sorteren op prijs. Dus dan een zak met alles tussen de 3 en 4, 4 en 5, 5 en 6. Inkoop. Maar bij deze weet ik niet hoe ik de prijs kan nemen. 3. Zo ontzettend veel. En dan moet ik ook nog eens gaan kijken dat als het verkocht wordt, moet het ook van mijn webshop af. Want anders gaat dat weer helemaal scheef lopen. Of moet mijn webshop gewoon helemaal fresh opnieuw beginnen. Maar dan moet er echt heel veel verkocht gaan worden. Als ik wil dat dat lukt. Allemaal 3. Allemaal goedkoop. 7 tot 8. 6 tot 7. Ja, ik heb ook heel erg zitten twijfelen wat het handig is. Qua ordenen. Is het handig om op prijs, op maat, op sieraad, op soort beetje bij kleding. Doe je het op tweedehands nieuw? Doe je het op maat? Doe je het op item? Doe je het op prijs? Leuk hè? Mooi hè? Ja, vind jij leuk hè, plastic? Gezellig hè? Lekker bezig. Lekker bezig, Peewoosie. Ja, deze zijn heel mooi, maar deze zijn heel duur. Deze zijn echt heel duur, Peewoosie. Kan jij dat betalen? Heb jij een baan? Nee hè? Nee, maar je mag ze wel hebben, want je bent lief, alsjeblieft. Ja. Succes aan ons. Nog even een car pakken. 10 voor 5. Oh, op 10 minuten ga je al weg. Ja, we zijn wel goed bezig. Zo hoe het er nu uitziet. Echt, ziet er zo opgepropt uit, niet normaal. Lijkt wel kringloopwinkel. Maar ja, we moeten doen met de ruimte die we hebben. Lekker bezig, het is wel heel koud hier. Ik weet niet, maar ik heb ruimte tekort. Maar het komt goed, jongens. Everything will be all right. Oké, hey, het was echt een race tegen de klok. Je zit nu in de vlog, hè? Zodra de camera gaat, moet iedereen zijn mond houden. Het is nu 5:05. En om 6 uur komt waarschijnlijk een Piet een zak brengen. Dus ik ga nu heel snel naar huis. Hier staan 4 planken klaar. Alleen het brood moet er nog bij. Hier wordt nog... Jij wil niet in de vlog, toch? Jawel. Oh, hier wordt nog brood geknipt door onze hulp. Hulp in de huishouding. En dat moet dus op het laatste moment erop. Dus dit zijn we onder controle. De winkel ziet er ook goed uit. Oké, ik moet nu snel gaan, want ik heb haast. En ik moet steeds even Klaas vieren. We zijn natuurlijk... Helaas. Oei, oh. Er werd net aan de deur geklopt. Wil je helpen tillen? De buit van oma. De buit van oma, ja. Biologisch kippenjon, biologische thee, biologisch blad. Oh nee, niet een biologisch blad. Je had toch nog iets? Oh niet?
Nee, jawel, gembersap. Oh ja, maar dat is voor Loef en Loef. Oh ja, 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 ja. Mega leuke Sint cadeautjes, gast.